Kijkers en luisteraars van DVS TV, vanmiddag de derde thuiswedstrijd, de topper tegen Flevo Boys. Hier vanmiddag tussen DVS 33 natuurlijk, de koploper, en Flevo Boys, de ploeg die gedeeld tweede staat. Flevo Boys, ken jij die ploeg, Jan? Nee. Nee, die ken je niet, maar je hebt wel van horen vertellen dat ze toch wel van het voetbal uitgaan ook. Ja, we hebben ze bekeken en ik ken de trainer vrij aardig en die gaat altijd wel van voetbal uit. En ik denk dat we de borsten behoorlijk nat moeten maken vanmiddag en dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt ook. Ze hebben met name een paar gave middenvelders. Ik noem even een paar namen, Spaan en zo en dat soort jongens. Maar dat zegt jou verder helemaal niks. Nee. Daar hebben wij ook wel een paar. Je gaat graag uit van eigen kwaliteit. En daar moet je iets in op inleveren, want ook aan Soykan is geblesseerd. Ja, nou ja, dat is vervelend, want hij was in een hele goede doen. Alleen al een paar weken last van zijn rib. En dat ging tot op zekere hoogte. Dus we hebben nu donderdagavond al besloten van dit wordt hem niet. En de wedstrijd van volgende week erbij pakt hij toch een week extra rust. En dan hopen we hem daarna weer te kunnen gebruiken. Maar joh, we hebben op dit moment adequate vervangers. Ja, nou, inderdaad. Ik heb donderdagavond de training gezien. Dat was lekker fel. En als dat een indicatie is voor de wedstrijd, dan moet het vanmiddag wel goed komen, denk ik. Nou ja, als wij dat op kunnen brengen en niet alleen van het pure voetbal uitgaan, dan zijn we echt een hele goede tegenstander voor wie dan ook. Alleen wij moeten niet denken dat het alleen maar met balletje tik redt. Er komt meer bij kijken. En wij spelen op een manier die behoorlijk wat arbeid vergt. Dat zal wel opgebracht moeten worden. Heb jij als coach tijdens zo'n wedstrijd veel momenten waarvan je denkt van hé, nu moet ik coachen? Of, want het valt mij zo op dat spelers elkaar behoorlijk lopen te coachen en de verantwoordelijkheid pakken eigenlijk in het veld. Nou ja, dat is het mooiste, als die jongens het zelf oppakken. Het enige wat ik eigenlijk probeer te bewerkstelligen is dat je ze toch op de goede manier achter de broek kan zitten. En ook op de momenten dat het even lastig voor ze is, toch die paar meter terug of naar voren te pakken en daarna even te kunnen blazen. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Het is voornamelijk stimuleren en die jongens moeten het in het veld toch doen. En ik weet hoe lastig dat soms is. Het valt mij bovendien ook op dat met name door de komst van zo'n speler als Daniël van Warffen, dat de energie die ze onderling naar elkaar toe overbrengen, dat echt heel erg duidelijk is. Energie en wilskracht zijn twee woorden die in deze competitie, in de hoofdklasse C tot nog toe, bij mij echt opvallen. Ja, nou ja, ik vind dat het hoort, laten we dat voorop stellen. Maar ik vind dat de wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, vind ik dat ze er eigenlijk voldoende. En er zullen altijd momenten zijn dat er meer energie in een wedstrijd gestoken wordt. En er zijn ook wedstrijden bij dat je zegt van joh, we kunnen het vandaag met wat minder. Wat ik bijvoorbeeld tegen AZSV vond. Maar als ik de wedstrijd tegen SVZW dan weer oppak, dan denk ik van ja, kijk, dit is de manier waarop wij kunnen voetballen en waar wij eigenlijk horen te voetballen. Dus. En een stukje strijd wat met name in de tweede helft bij Drachtse Boys ook naar voren kwam. Ja, verbeterheid en het echte willen winnen. Want we kunnen altijd wel roepen van ja, willen winnen. Je moet het zien en je moet het voelen. Het is niet alleen maar een kreet. Het gaat erom van joh, wie wil er het liefste winnen. Hun hebben vorige week met 4-1 verloren. Dan zeggen ze ja, dat is een nadeel. Ja, weet ik niet. Ik weet niet of dat een nadeel is. Oké, nou, ik wens je in ieder geval ongelooflijk veel succes vanmiddag. De opstellingen komen vanzelf op het scherm. Dames en heren, tv-kijkers van DVS TV, heel veel plezier vanmiddag. En ook veel plezier, kijkplezier met name, maar ook luisterplezier. Bij de samenvatting van DVS 33 tegen Flevo Boys, de topper uit de hoofdklasse C. Nummer 3, Edmund Meijer. Nummer 4, Gerald Poot. Nummer 6, Yassine Koert. Nummer 8, Ronald Hoek. De spelers. En daar gaat onze pupil van de week. En onze pupil is Ruben Kamphorst. En kijk eens even, ja, je kunt zien dat de verdediger... Oh nee, maar die verdediger heeft ook nog een behoorlijke passeerbeweging. En dan gaat hij op de keeper af. En terwijl de assistent nog het goal controleert op het net. En dan gaat hij...
Gaat hij scoren? Oh, net mis. Jammer, Ruben. De teams staan klaar. De scheidsrechter van deze middag, de heer Van den Burg uit Voorburg, geeft het beginsignaal en de wedstrijd kan beginnen. Roland de Vries gaat zich bekommeren om deze vrije trap. En kijkt, Edmund Meijneer is ook mee naar voren gegaan. Komt die bal. Hoog. In de richting van Mike Arends. Goeie poging van Mike Arends. Zat net iets te weinig kracht achter. Maar goed inkomen. Prima doelpoging van DVS. Keeper Jacob de Vries in samenwerking met Dennis van der Wal. En Postma. En zo gaat heel voorzichtig in een rustig tempo Flevo Boys proberen gevaarlijk te worden. Tempo ligt daarbij toch behoorlijk laag. Nu, lange bal. Maar buitenspel gevlacht. En overgenomen door de scheidsrechter. Het is inderdaad zo dat beide ploegen laten zien dat ze de nodige respect hebben voor elkaar. Het nodige respect, moet ik zeggen. Je merkt dat in de hele benadering van elkaar. Van heel veel storend werk van DVS 33 komt tot nog toe toch vrij weinig terecht. Omdat Flevo Boys toch een ploeg heeft die daar makkelijk onderuit voetbalt. Die moeten dan ook niet te veel ruimte krijgen. Als je DVS-supporter zou zijn. Want dan kunnen ze gevaarlijk worden. En met name Excelsior, die onderkende dat gevaar heel goed verleden week. En maakte het Flevo Boys gelijk in de opbouw al heel erg moeilijk. Dat zag je overduidelijk in de samenvatting van Flevoland Sport. Nu een mooie paas Roland de Vries op Daniel van Warven. Maar dit is een prooi voor Dennis van der Wal. Die tot nog toe een goede wedstrijd speelt daar als centrale verdediger en er vaak mee opkomt. Nu misschien balbezitten, dat had echt een moment kunnen zijn voor Maurice de Vries. Maar nu toch, via Maurice de Vries, nu Roald de Vries daar aan de linkerkant. Snel genoeg om in balbezit te blijven, maar hij komt zijn tegenstander niet voorbij. Maar nu toch nog een lage voorzet en daar komt Mike Arends en die geeft de bal mee. Wil maar, oh, jammer dat mislukte. Hij kwam net een beetje tegen het achterwerk van Daniel van Warven aan. En hier is een vrije trap voor Flevo Boys. Heel snel genomen door Dennis van der Wal, maar misschien een lichte blessure. Daarvoor. En nou gaat toch datgene plaatsvinden waar Flevo Boys en alle supporters van Flevo Boys toch wel bang voor waren. Dat is dat Arjen Postma toch een dusdanige blessure heeft dat zij deze moeten gaan missen. En ik zal hem zelf ook missen, want nogmaals, het is een goede voetballer, Arjen Postma. Vervangen door Ellen Bakker. Nu balbezit DVS. En Yashin Kurt moet ook aan Soykan doen vergeten. En dat voelt DVS toch wel. Richard Terpstra via Yashin Kurt. Yashin Kurt, balbezit. Kiest voor Mike Arends. Die weer terug naar Yashin Kurt. Mike Arends gaat daar zijn verdediger passeren. Nog één. Mooie bewegingen van Mike. Mike, nu kijken naar je medespelers. Doet hij niet. Gaat net even iets te lang door. Daardoor balbezit voor Flevo Boys. In dit geval Timon Rorijen. Maar die kiest ervoor om de bal over de zijlijn te plaatsen. Want de volgende pion van Flevo Boys valt om. En dat... Maurice de Ruiter kopt hem nu goed door naar Ronald Hoek. Ronald Hoek, Maurice de Ruiter. Paast hem terug op Yashin Kurt. En de scheidsrechter vindt het genoeg. Heeft ongeveer inderdaad 2 minuten blessuretijd bijgetrokken. Na een schaakspel in de eerste helft is de ruststand hier volkomen terecht. 0-0. We gaan zien wat het in de tweede helft gaat worden. Hopen dat dan de strijd echt gaat ontbranden. Ploegen staan klaar voor de tweede helft. De scheidsrechter geeft het signaal. Kunnen we beginnen? Nog sterker. Via het fluitsignaal geeft hij aan dat er begonnen is. Mooie paas, Yashin Kurt. Oh, daar kan Maurice de Ruiter die bal net niet goed meekrijgen. Maar nu misschien toch weer.
balbezit, nee, ja, via Daniël van Warven. Daniël van Warven naar Maurice de Ruiter. Prachtig, mooie actie. Daniël van Warven daar aan de linkerkant. Zet de bal voor. Christian van der Kamp had zijn voet al klaar om een hengst tegen die bal te geven, maar kwam daar toch niet aan. Richard Terpstra. Hij moet toch met al zijn krachten daar. En op snelheid weet Maurice de Ruiter daar bijna de bal te bereiken. Maar Flevo Boys komt er goed uit. Nu misschien die snelle uitval waar Flevo Boys toch op zit te wachten. Als DVS volop de aanval zoekt. En met name daarom is denk ik DVS daar toch wel beducht voor. Nu ook weer. Via Mijnheer gaat de bal over de zijlijn. En dan missen ze dus ook nog de aanvoerder Postma met een blessure uitgevallen. Schot. Mooi schot van Spaan. En een prachtige reactie van Daan Huiskamp. Mark Arends mag het weer eens een keer gaan proberen. Mooie afstand voor hem. Ik weet niet wat hij doet. Of rechtstreeks op het doel. Of met heel veel inkomende spelers een indraaiende bal. Ook dat is moeilijk te verdedigen vaak. Maar kennende gaat hij toch een poging doen op het doel. Rechtstreeks. Komt dat schot? Nee. De keeper. Bal terug. Via Yashin Koet bij Daniël van Warven. Die kiest de veilige oplossing. Terug naar Richard Terpstra die weer naar Daan Huiskamp. Nu Spaan. Ja, en een vrije trap. Want die bal die komt een beetje ongelukkig tegen de hand van Jerel Poot. Die denkt ook van, ja, scheids. Wat is dit nu? Maar ja, dit is denk ik toch wel een terechte vrije trap. En dit zou zo'n wedstrijd kunnen zijn die beslist wordt middels één gelukte vrije trap. Het zal een moeilijk moment zijn voor DVS. Paul Bergtop gaat daar een beetje lastig lopen doen in de muur. Gebruikt daar een beetje zijn lichaamskracht. En ook Frank Post doet een duit in het zakje. Bekende taferelen daar in de muur. Ongetwijfeld een zeer moeilijk moment voor DVS. Dennis van der Wal. Dennis van der Wal. Aanloop. Schot. En via die Paul Bergtop. Je zou kunnen zeggen dat hij voor straf die bal gewoon tegen zijn hoofd aankrijgt. Hard tegen zijn hoofd van Dennis van der Wal. Ja, moet hij maar niet zo lastig lopen doen in die muur. Ook nu weer. Gevaarlijk moment voor het doel van DVS. Ongetwijfeld. Spaan komt daar weer met een voorzet. Komt die bal daar? Ja hoor. Het was te verwachten. De voorzetter van Spaan. Ragfijn. En de doelpuntenmaker. Timon Rorijen, dacht ik. Maar het kan ook zomaar Nijboer zijn. Ze lijken een beetje op elkaar. Hebben ongeveer dezelfde lengte. Weer een indraaiende corner. Ongetwijfeld een gevaarlijk moment. Maar Daan Huiskamp pakt die bal vrij. Soeverein. En zet daar gelijk Mike Arends aan het werk. Maar ja, door die stuit schiet die bal toch door. En in de veilige handen van doelman Jacob de Vries. Overtreding. Ten opzichte van der Wal. Die laat zich theatraal vallen. Dennis, dat heb jij helemaal niet nodig. Dennis van der Wal. Zo na je een tegenspeler. Een speler van de tegenpartij. En dat moet hij helemaal niet doen. Maar ze geven elkaar de hand. Nee, nog niet. De scheidsrechter die doorzag het gelijk. En zegt ook tegen Dennis. Hou dit soort trale geintjes alsjeblieft voor je. Maar toch balbezit. En nu een bal van Mike Arends. Keeper Jacob de Vries neemt geen enkel risico. En stompt die bal met beide vuisten verder het veld in. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste maal. En wint Flevo Boys hier volkomen terecht. Met 1-0 van DVS 33.
en gaat vervolgens weer over DVS heen. Tezamen met, denk ik, Excelsior 31. Ik zie het op een scorebord staan. 4-1 overwinning, 4-0 overwinning op Apeldoorn. Dat is wel heel erg duidelijk. En daaruit blijkt dat die hoofdklasse C met ploegen als Excelsior 31, Flevo Boys, SVZW, Staphorst, noem maar op, toch behoorlijk sterk is. En DVS 33 heeft het geprobeerd met inzet van alle krachten in een wat vlakke eerste helft. Waarin beide ploegen redelijk tegen elkaar opgewassen leken. Heeft Flevo Boys met name in die tweede helft toch heel duidelijk en gedecideerd deze overwinning gegrepen. Een terechte overwinning voor de ploeg uit Emmeloord. De topper in de hoofdklasse C tussen DVS 33 en Flevo Boys uit Emmeloord is geëindigd. En is geëindigd in een 1-0 overwinning voor Flevo Boys. Daan, vind je dat een terechte overwinning in principe? Ja. Uiteindelijk heeft Flevo Boys de meeste uitgespeelde kansen, wil ik niet zeggen, maar de meeste mogelijkheden gehad om, om ons pijn te doen. Ze waren in het spel agressief als dat wij waren, vooral in de eerste helft. Dus overal denk ik dat het een verdiende overwinning is voor Flevo. Ben je daar ook een beetje teleurgesteld over? Op een gegeven moment zag ik je ook een beetje reageren, zo van kom op nou jongens! Nou ja, je ziet met name na die 1-0, dan is de teleurstelling zo groot dat we elkaar eigenlijk een beetje laten vallen. Dan is de echte wil om een duel te winnen, is er dan, lijkt het alsof het er niet meer is. En ja, ik probeer dan maar de boel op te peppen vanuit mijn rol, maar is lastig. DVS voelde zich vanavond niet, kon niet zo'n rol pakken eigenlijk, die ze zo graag willen pakken, namelijk zo snel mogelijk balbezit hebben en daarvan uit spelen. Nee, klopt. Wij zijn eigenlijk vandaag, hebben wij niet ons favoriete spel kunnen spelen. En dat komt mede door Flevo Boys, die bewust Edmund vrij liet in de opbouw. En als Edmund de bal kreeg, dan gingen ze als een gek jagen. Waardoor wij eigenlijk ook veel te snel de lange bal kozen. En ja, dan, als wij een lange bal gaan voetballen, Piet, dan komen wij nooit in ons fijne spelletje. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja, precies. Zou je kunnen stellen dat wat dat betreft in de opbouw zo'n Okan Soykan behoorlijk gemist werd vanmiddag? Ja, absoluut. Als je gewoon puur kijkt naar ervaring, naar voetballende oplossingen zoeken, dan is Gerald Poot, die er nu zijn vervangen was, een heel andere type. Die moet ballen afpakken en die is nog niet zo ver als dat ook aan is. En daarin mis je ook aan zeer zeker. Ja. En zou je dan die rol niet voor Yassin Kurt hebben kunnen geven? Maar die keuze hebben we wat dat betreft ook wel een beetje gemaakt. Nee, dat zeg ik trouwens niet goed, want Gerald die moest eigenlijk een beetje de vrije rol gaan pakken als wij balbezit hadden om uit te gaan zakken. En Yassi moest vanuit de man gaan spelen. En misschien hadden we die keuze kunnen maken, maar ja, die trainer maakt die keuze. En die trainer weet ook dat Yassi gewoon heel goed is om vanuit de man te spelen. En dus die keuze hebben we nou eenmaal gemaakt. Ja. De eerste helft verliep nog redelijk gelijk opgaand. Zou je kunnen stellen, 0-0 ruststand, redelijk terecht. In de tweede helft toch Flevo Boys die jullie eigenlijk een beetje de wil oplegden. Weet je, laten we niet vergeten, het is geen slechte ploeg. En ze zijn gewoon wat dat betreft, met name qua druk zetten, waren ze vandaag verder dan wij waren. En ze kunnen die bal ook goed rond laten gaan. En, ja, wat hebben we nogmaals, een verdiende overwinning voor Flevo Boys. Blijkt altijd een lastige ploeg voor DVS te zijn, hè? Ja, het blijkt weer vandaag. Ja. Oké, goed. Hey, ondanks dat jouw prestatie was meer dan voortreffelijk, niet voor niks man of the match. Volgende week weer voor de beker tegen Hierde, daarna Staphorst thuis en dan gaan we weer door. Oké, bedankt voor dit interview.